Hey, hallo! Hallo, hallo! Hallo, hallo! Daar staan we dan. Met z'n tweetjes. Ja, geen banner met product update nummer 138, weet ik veel, 139, 140. Geen bombastische muziek. Nee. Niks van dat al. Nee, we zijn er gewoon. Ja. Zonder poespas. Ja, we gaan het een beetje anders doen. Ja, we gaan het in ieder geval proberen. Want we in de laatste video hebben we nog gezegd, hebben we gevraagd. Goh, wat vind je van de product updates? Ja. Moeten ze blijven zoals ze zijn? Moeten we het gaan veranderen? Want we merken dat er minder kijkers zijn, zeg maar. Dat is op zich niet erg dat er minder views zijn. We maken video's voor de views, maar we maken video's voor jullie. Zodat jullie informatie krijgen. Precies. Het aantal kijkers zakt. Maar het is natuurlijk omdat er een overkill op het internet is. Aan reviews, filmpjes, noem maar op. Dus onze vraag was eigenlijk ook, waarvoor doen we het nog? En dat bedoel ik niet dat het zinloos is, maar voor wie doen we het nog? Precies. Want veel mensen worden al geïnformeerd door alle reviews van Craig Patty en van weet ik wat allemaal. Ja. De demo video's, die de ene nog beter dan de ander. Ja. En soms ook niet helemaal eerlijk. Nee, dat klopt. En daarom waren onze updates eigenlijk, zeg maar. Dus, nou, we hebben precies alle reacties die we van jullie hebben gevraagd bij elkaar op één hoop gelegd. We zijn gaan wikken, we zijn gaan wegen. En alle reacties gelezen hebben, trouwens alle reacties, dat waren er precies nul. Nou, dat zei ons wel wat. Ja. Dus we hebben besloten, we gaan eigenlijk gewoon korte reviews geven van producten die uitkomen. Ja. Geen volledige update meer, want dat gaat, gewoon heel veel tijd qua opnemen, qua montage, qua heel veel tijd. Ja. En wat dus, dit kan praktischer, dit kan beter. En het gaat tenslotte om de informatieverstrekking van nieuwe producten. En dat blijven we natuurlijk doen. En we gieten dat nu even in dit hoesje. Ja. En wie weet is het over een maand weer totaal anders. Maar we gaan nu dit proberen. En nou, laat ons vooral weten wat je ervan vindt. Ja, we weten ook niet inderdaad. Ik zeg nu een maand. Dat is natuurlijk gewoon een iets. Ja. Het hoeft ook niet elke maand plaats te vinden. Het kan zijn dat we hier volgende week weer zijn. Misschien over 2 weken. Misschien over 3 weken. Dat kan. Ja. Misschien wel 2 keer in de week. Dat is een beetje... Ja, het zou kunnen. Zou kunnen. Je weet het nooit. Nee. Maar we blijven dit wel posten dan ook op YouTube. Zodat andere mensen die op YouTube ons volgen ook zien dat er een video is. Je hoeft dus niet per se onze Facebook of Instagram in de gaten te houden. Nee. Daar posten we het ook wel. Mag wel hoor trouwens. Mag tuurlijk. Maar de YouTube-fans, die blijven gewoon deze video's kunnen zien. We hebben een thema. We hebben een thema. We hebben een thema. Oké. Namelijk Tenjo. Oeh. Ja, Tenjo. Tenjo, dat is natuurlijk onze Japanse leverancier, grove trucsbedenker. En die brengen één keer in de zoveel tijd trucs uit. Ja. En nou heb ik een heel nieuw trucje bij me, echt vers van de pers, uit 2010. Ja. Tenjo vers is... Vers van de pers uit 2010. Ja, heb je een partij spullen gevonden die gewoon nooit geopend zijn vanaf 2010? Dat zou goud zijn. Ja, dan heb ik... Heb je goud in de hand. Ja, zeker. Goed bewaren. En jij bent natuurlijk de kenner al van eenmaal van de lage landen als het om Tenjo gaat. Tenjo maakt trucs en daar maken ze een bepaalde oplagen van. Ja. En op een gegeven moment zeggen ze gewoon discontinued. Ja, wordt niet meer gemaakt. Nee. Ja. En verzamelaars denken dan hebben. Ja, dan zien wij in één keer onze haak in de winkel. We hebben allemaal haakjes waar spullen hangen. Ja. Dus in één keer hangen er nog 8 van iets. Oh, heel lang. En plotseling gaat hij 7, 6. Hup, doen we 2 tegelijk, 3 tegelijk. En denken wij, volgens mij is hij discontinued. Ja. En dat klopt dan meestal ook. Maar ze hebben dus nu gedaan waar verzamelaars zullen van gaan huilen, want ze hebben een truc weer opnieuw in productie gebracht. Ja. Ja, dus niet, ja, leuk, maar ook niet leuk. Nee. Ik zal uitleggen waarom. We zullen uitleggen waarom. De truc waar jij het over hebt nu, heb ik onlangs, zag ik me op Marktplaats. Ik denk, yes! Ik had hem al, maar niet met verpakking. Dus met verpakking. €120 voor betaald. Ka-ching. €120. Ik denk, maar dan heb ik hem wel. In de verpakking origineel uit 2006 met instructies helemaal in nieuw staat. En toen kreeg ik vorige week een bericht. We gaan het truc weer maken. Ja, wat dikke paniek. Dikke paniek. Maar ook mensen die andere verzamelaars wereldwijd zeiden ook. Ze gaan weer opnieuw een productie brengen. We hebben er veel geld voor betaald soms. Ja. Kijk, als je het ooit gekocht hebt toen het uitkwam. Heb je dezelfde prijs betaald waarschijnlijk als nu. Maar als je het later als verzamelaar koopt, ja, dat is een heel andere prijsmarge. Ja. Kijk, maar in dit geval is het keer 4 zo ongeveer. Dan. Ja, precies. Deze is nu dus weer opnieuw uitgeven en het kost slechts €32,95. Ja. En het is 120, in de doos zit exact hetzelfde als toen. Ja, even een gelukje voor de verzamelaars. Klein gelukje, want de verpakking is qua kleurstelling anders. De kleurstelling... Qua logotjes aan de zijkant is anders. Er zit alleen een Japanse instructie in plaats van ook een Engelse die er vroeger in zat.
Dus wat dat betreft, er is wel, je kan het aan de verpakking zien waar die, uit welk jaar die komt. Dus ja. Dat stelde mij ook rustig. Ik denk, ja. We hebben ook meteen nieuwe foto's gemaakt. Op onze webshop gezet, want iedereen gebruikt de foute foto's. Wereldwijd zag ik nog. Oh ja, gewoon van ja, ook van de leverancier, die werden verspreid op de oude foto's. Ik denk, we maken even goede foto's, dat mensen ook kunnen zien. Hé, die verpakking is anders. Staat anders. Ja. Dus daaraan kun je herzien, deze is van 2022. En ik zal gelijk even de truc laten zien. Ja, ik ben wel benieuwd. Je maakt me heel nieuwsgierig. Ja. Dit heet 4-Day Surprise. 4D Surprise, op zijn Engels. Wat is het precies? Nou, ik zal het even jullie laten zien. Het is een klein doosje. En een transparant ding. Doosje, ja. En een klein achtergrondje. Achtergrondje. En een podiumpje, een soort plaatje. En een soort podiumpje. Wat doe je daarmee? Je zet dit zo voor elkaar, op deze manier. Dat zal ik even jullie laten zien. Yes, yes. Op deze manier. En het leuke is dat je... Ik zal het plaatje helemaal goed laten zien trouwens. Het leuke is dat... ga je wel eens op vakantie? Uh-huh. Ja. Het leuke is dat je hiermee eigenlijk je favoriete vakantiebestemming een beetje dichterbij kan halen. Ja, dat kan. Dat past daar nooit in. Nee, dat is waar, maar in 4D. René, denk ergens aan, zeg mij niet waar aan. Vakantieland, Berden. Ja. Hoppa. Waar heb jij gedacht? New York. Mijn kinderen willen heel graag naar New York winkelen. Nou, het kan dichterbij, maar... Ja, ook voor qua geld is dat wel. Ja. De Big Apple past hier niet in. Nee, dat zei ik daarom. Maar ik zie even laten zien wat er wel is. Ik denk ook dat inderdaad... Het vrijheidsbeeld. Hè? Ja, het vrijheidsbeeld. Staat er gewoon in. Hoe tof is dat? Ja, pak het maar af. Het vrijheidsbeeld. Ooit cadeau gedaan door Frankrijk aan New York. Klein beetje, je hebt er niks aan, maar ik weet het toevallig. En hij is magnetisch uitgevoerd, zodat hij blijft staan op je plaatje. En even om de moeilijkheidsgraad te vertellen. Ik doe hem, dus dan kan hij nooit moeilijk zijn. En dat klopt. 1 tot 10. 1. Dit trucje kan iedereen. Ja. En leuk gemaakt. Ja. Maar het is natuurlijk ook echt zo, dus als ik had gezegd Parijs, dan had jij nu de Eiffeltoren tevoorschijn gehaald. Dat kan, want er zit namelijk een extra hulpmiddeltje mee. Dus als jij een miniatuurversie hebt van de Eiffeltoren, kun je zelfs die tevoorschijn gaan kopen. Oké, maar dat was even een voorbeeldje. Ja. Even voor het idee. De truc zelf heeft niks te maken met landen. Niks. Normaal produceer je het vrijheidsbeeld. Ja. Maar je kan inderdaad elk ander ding produceren. En in Elma's verhaal is het nu eventjes dit. Ja, zeker. Maar normaal is het niet zo als je hem koopt dat als iemand zegt Curaçao, dat je hem opdeelt dat bij 15 gekleurde huizen onder staat. Dat staat er niet. Nee. Voor de duidelijkheid, maar voor de rest... Er zit een voetje bij. Kijk, het vrijheidsbeeld staat op een voetje. Er zit er zo eentje dus extra bij. Dus je moet een handeling uitvoeren om hem te laten verschijnen. Ja, maar dat is zelfwerkend bijna. Maar je kan dus aanpassen naar eigen believen. Ik zat te denken, je kan ook van die earpods op het statiefje doen. En hop, verschijnen de earpods onder. Dus je kan hem zelf nog een beetje aanpassen naar je eigen verhaal. Ja. Leuk. En hij kost, dat zeiden we al een keer, $32,95. Nou, 4D surprise. Ja, en als nu dat ding van Masuda er nog was, Liberty Vanish, dat was een ansichtkaart waar ook een vrijheidsbeeld op stond. Ik wil eerst dat laten zien. Oh ja. Dan had je de ansichtkaart en plotseling, daar verdween het vrijheidsbeeld gewoon van de foto, weg. Het ding bestaat niet meer. En dan kon je dit wegtillen en daar stond hij weer. Dus dan had je transpositie, verdwijning, verschijning. Heel leuk. Heel tof. 4D surprise. Dankjewel Elmar voor je super demo. Oh, zeker. Dan hebben we nog een oudje, zeg maar. En dat is dit. Ik zal laten zien hoe ik het normaal gebruik. Je hebt een koffertje. Een koffertje kun je openmaken op deze manier. Zo, openmaken, zie. En er zit helemaal niks in. Maar ik gebruik er normaal mijn sponsballetjes in. Die kun je er dan in plaatsen van tevoren. Zo, en dan heb je eigenlijk dit dan je situatie. Dus ik zeg op mijn optreden, willen jullie een leuke truc zien? Ja, oké. Laat ik jullie zien. Want ik heb in dit koffertje namelijk zitten... twee balletjes. En dan zeggen mensen, hoe past die erin? Nou, is heel simpel. Die zijn van spons, dus die kun je plat drukken en die kun je gewoon in de koffer proppen, zeg maar. Dat is super logisch. Het is geen truc, want die kunnen plat gedrukt worden. Daarom kunnen ze in de koffer. Zo. Ik doe de hele routine met sponsbal, noem maar op. En op het einde berg ik ze opnieuw op in de koffer. Wacht even, sorry. Nee. Ja, dat is natuurlijk een vreemde situatie eventjes, want eigenlijk wil ik alleen maar die sponsbal opbergen, maar die zitten allemaal dus vreemde spul. Dit is hard, hè? Zeker is golfbal. Golfbal zijn hard. Maar dat kan niet in zo'n koffertje. Dat gaat niet. Dat is de... Dat is natuurlijk een dingetje. Het kan er niet meer terug in. Dan is het knap dat je het tevoorschijn hebt. Ja, dit is inderdaad het koffertje zelf. Is inderdaad zo.
start gewoon weer. Ja. Oh, goed hoor. 4D Trunk heet dit. Four Dimensional Trunk. Ja, ook een gaaf ding. Uitgebracht in 2006. Ik denk een jaar of vijf geleden. Discontinued. Volgens mij de laatste verkocht rond de 40, 45 euro ook. En heb ik over de gewone prijs die toen kosten. En nu opnieuw uitgebracht voor 24,95. Nou. Ik gebruik het normaal met kerst. Doe ik de sponsballenroutine. En op het einde haal ik niet dit eruit. Maar kerstballetjes. Kun je thematisch aanpassen, zeg maar. Je kan er een lading pepernoten uithalen rond Sinterklaas. Oh ja, ja, leuk. Of schuimpjes, weet ik veel. Ja. Dus je kun je ook aanpassen naar wens. Dit zit erbij. De tee met het balletje, noem maar op. Maar je kan hem dus aanpassen naar wens. En het toffe is dat alle andere kleine koffertjes, maar ook grote koffers die er vaak zijn, die zijn. De meeste koffers kun je niet aan de binnenkant laten zien, omdat daar een geheim in zit, wat je niet mag zien. En deze heeft een extra iets waardoor dat geheim verborgen blijft. Dus je kan hem zowel van binnen als van buiten gewoon compleet laten zien. En dat maakt het tof, met een hele mooie vergrendeling erin. Ja, ook hier Japanse instructie erbij. Download naar de Engelse instructie. Fantastisch ding. En ook de verpakking van deze is ietsje anders. Kleurstellingen rondom is iets anders. En ook de logo is anders. Dus je kan ook aan de verpakking weer zien dat het een reproductie is, zeg maar. Ja. Wel een origineel Tenjo. Maar ook nieuw gemaakt. En er zijn er nog meer hoor. Kijk even op de website naar gezondheid. Ono bijvoorbeeld. Ono is een stop je vinger in een apparaat. En een kokertje. Daar zit een schaar in gebouwd. Met je schaar knip je je vinger door. En dan trek je de helft van je vinger omhoog. Los van de rest van je vinger. Super visueel. Die kregen we vorige week donderdag binnen. En die was op donderdag ook uitverkocht. Dus die komen eind deze week weer terug binnen. Ook een super visueel ding. Invisible Zone, waarbij de pen midden verdwijnt. Hadden kregen we 2 weken geleden binnen. Uitverkocht. Over 3 maanden weer leverbaar. Dus de hele eerste partij is gewoon al wereldwijd op. Weg. Bizar. Ja. Enzovoort. Maar als je op de website kijkt. Die verzamelmarkt is best heel groot. Ja, de verzamelmarkt is sowieso groot. Toch? Ja, dat is het allemaal. Ja, dat mooi, sowieso. Ja. Kijk, ze zitten nu aan. Dit was nummer 228. En dan praten we over 2006. Zes. Ja. Ja. En dan zitten ze boven de 300. Reken maar uit. En dan zijn er veel meer Tenjo items die niet eens genummerd zijn. Nog ouder, die nog verder teruggaan. Ja. Thematisch en Dora, die Explorer, weet ik veel. Hebben ze ook allemaal nog. Maar goed, dat, een echte kenner. Bedoel, er is er veel meer. Ja. Als je echt Tenjo verzamelt, dan kom je tot ontdekking dat ze veel meer maken. Heel breed. Ja. Het is eigenlijk een puzzelfirma trouwens, die ook legpuzzels maakt. Dat is het meeste. Goochel is maar 8 of 10% van een hele. Oh, echt? Ja. Daar kunnen we een hele andere aflevering over vullen. Een special. Ja, maar op onze site, als je bijvoorbeeld Tenjo intikt en zoekt, 97 resultaten. Dat betekent dat we heel veel Tenjo's hebben. Ja. Ook nog wat collectibles. Die voor eerlijke prijzen weggaan, maar zijn gewoon ook nieuwe gesealde exemplaren van trucs waarvan de laatste stuk, zeg maar. En als die weg zijn, dan kun je ze echt alleen nog maar collectors kopen. Dan gaat de prijs echt gewoon omhoog. Zit je gewoon €100 op een stuk of zo. Tof. Dus voor vandaag 4D Surprise. En 4Dimensional Trunk. Nou. 4Dimensional Trunk. Heel goed. We laten hem hierbij. Lijkt me wel. We laten hem hierbij. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Hallo. Hoi.